Stel je voor, op je 40ste nog beginnen met studeren en daarmee je academische loopbaan een start geven. Sommige wetenschappers doen het echt anders dan anderen en volgen hun eigen weg. In deze videoserie volgen we een aantal bijzondere wetenschappers op hun loopbaanpad. Dat doen we daar, in het Stadsbos of hier op de campus. Het zijn mooie verhalen van wetenschappers die zich niet veel aantrekken van hoe het eigenlijk hoort. Dit is het verhaal van Inge-Marie Sam. Nou, Inge-Marie, je mag jou eigenlijk best een laatbloeier in de wetenschap noemen. En ik vind laatbloeier eigenlijk een beetje een stom woord, maar toch is het wel zo. Want je hebt eerst in deze omgeving en andere omgeving ongeveer 25 jaar gewerkt als secretaresse, als roostermaker en nu als projectleider. En op je 40ste dacht je, nou, laat ik eens een keer een studie gaan doen. Eerst een bachelor, een master en toen hield het niet op en toen ging je nog een PhD-traject doen. Ja, ik kom uit een traditioneel familie. Ik ben eigenlijk opgevoed om moeder te zijn, huisvrouw en voor de kinderen te zorgen. En dus zo ben ik ook gestart. Mijn moeder dacht wel van nou, je moet wel iets van een beroepsopleiding hebben. Word maar secretaresse. Dan kun je altijd wel een paar uur ergens typen. Dat was toen de gedachte. Herkenbaar, ja. Maar toen mijn kinderen wat ouder werden en ook mijn thuissituatie heel anders was geworden, toen dacht ik van nou, misschien dat er nog wel meer kan. En toen ben ik een loopbaantraject gaan doen hier op de universiteit. Daar kreeg ik de kans voor. En daaruit kwam dat ik eigenlijk heel geïnteresseerd was in psychologie en in kunst. En toen ben ik die bachelor beeldende therapie gaan doen. Daarna een master kunsteducatie. En nu dus het promotieonderzoek naar visual thinking strategies en empathie bij rechtenstudenten. Dus ik ben nooit meer opgehouden met onderzoek doen, met leren. En in die zin leef ik dus eigenlijk het leven lang leren uit. Hè? Ja. Ja, je zegt nou wel leven lang leren, maar je studeerde naast je baan. Je promoveert nu naast je baan. Dat lijkt me niet echt makkelijk. Hoe deed je dat allemaal? Ja, het kost allemaal wel heel veel tijd. En die combinatie die kan ook niet zonder steun van je leidinggevende. Ik heb vanaf het begin heel veel steun gehad. En ook nu weer bij marketing en communicatie, waar ik nu projectleider ben, daar heb ik heel veel steun gekregen. Onder andere toen mijn veldonderzoek veel meer tijd ging kosten dan ik eigenlijk nog aan vrije dagen had. Toen ben ik gaan praten en toen hebben ze ja, dat raakt mij nog steeds. Mij extra vrije dagen geven om dat veldonderzoek te kunnen doen en ook het goed te kunnen beschrijven. Wow. Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Heel bijzonder is dat, ja. Ik wil je eigenlijk nog wat laten zien. Hallo Inge-Marie. Ik wou even mijn bewondering uitspreken voor de pelgrimstocht die jij ook het maken bent. Ik wandel een paar dagen, maar jij wandelt al een paar jaar op het pad van de wetenschap. Dat is zo inspirerend. Ik heb daar zoveel bewondering voor hoe je dat in je vrije tijd doet. Dus volle kracht vooruit. Ja, dat is mijn promotor. Dat is heel mooi. Dat raakt me ook. Ja, ja. Ja, ook zonder zijn steun kan dit natuurlijk niet, hè? Ja, dat is heel mooi dit. Ja, want je bent op je 40ste nog eens een ander pad opgegaan. En nu hoor je bewondering van hem, hè, voor jouw pad. Maar het is niet altijd maar makkelijk geweest om op je 40ste over te stappen, denk ik. Nee, zeker niet. De eerste gedachten daarover die kwamen eigenlijk al in dat loopbaantraject aan de orde. Eigenlijk werd ik een klein beetje uitgelachen. Zo van, het was alsof ik voorstelde om nog aan een balletcarrière te beginnen of zo. Nee, dat kun je ook niet meer. En dat is met de wetenschap, tenminste dat zeggen ze, ook zo. Nou goed, ik dacht, dat zullen we nog wel eens zien. Je kunt alleen maar die eerste stap zetten en elke keer weer. Wat mij ook opvalt, is dat het stukje van mijn carrière, vanaf dat ik secretaresse ben tot aan nu projectleider, dat eigenlijk niet zo belangrijk zou zijn voor als je in de wetenschap bezig gaat. En dat is niet waar, denk ik. Dat is ook heel jammer, want alles wat ik tot nog toe heb geleerd zorgt ervoor dat ik nu kan doen wat ik nu doe. Ja. En ik denk dat de ervaring die ik heb gedaan in het organiseren van dingen en nu dus ook projecten, dat het ervoor zorgt dat ik ook veel efficiënter met mijn tijd omga. En het maakt uiteindelijk dat het gaat zoals het gaat. Maar als nou iemand anders dit verhaal hoort en ziet en die denkt zelf ook, zal ik nou wel, zal ik nou niet? Wat voor tip zou je die mee willen geven? De belangrijkste tip is eigenlijk, spreek je uit, vertel wat je wil. Want op het moment dat mensen weten wat je wil, kunnen ze je ook helpen. En dan begint het avontuur, hè?
Ja, we naderen het einde van onze wandeling en jij nadert het einde van je PhD-traject. Zie je daarna uit om zo meteen gepromoveerd te zijn? Nou, ik hoop eigenlijk dat ik door kan gaan met het onderzoek. Want het is ook dubbel. Ik heb dat zo ontzettend graag gedaan. Het levert nieuwe inzichten op. Ik kom met nieuwe mensen in contact. Het is allemaal gewoon een ontzettend groot avontuur. En daarnaast is het onderwerp ook heel belangrijk, vind ik. Empathieontwikkeling bij studenten. En kijken naar kunst, dat dat daar belangrijk voor zou kunnen zijn. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is en goed past bij onze universiteit. Nou, als ik dit zo hoor, dan denk ik... Go for it, woman. Dan gaan we nu naar de koninginnengang, Vinnie.